Wanneer je iets wilt, dan moet je komen onderhandelen en kijken wat de regering kan bieden. Het is geven en nemen. Dit zegt Reshma Mangre, voorzitter van de Bond van Leraren, BVL, en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname als over de huidige situatie van de stakende leerkrachten. Een staking die het gevolg is van ontevredenheid over hun financiële situatie. Volgens de actievoerende leerkrachten gaat het om een onrechtmatig afgetrokken geldbedrag van 1000 Surinaamse dollar. Mangre ontkracht deze aantijgingen en praat over een duidelijke verwarring over de toen getroffen overeenkomsten tussen bond en regering. Is dat ik de regering had gevraagd om het met TWK te betalen. Maar u begrijpt dat TWK ergens ophoudt. En dat is eigenlijk wat er is gebeurd deze maand. Die TWK is gaan ophouden. En dat heeft gemaakt dat mensen minder zijn gaan ontvangen. Maar het is niet zo dat mensen, dat de regering 2,5, want ik hoor ook dat mensen zeggen, ja, de regering heeft 2,500, maar ze hebben 1000 gulden afgetrokken. Dat is absoluut niet zo. De 1000 die ze hebben gehad was die TWK. En we hebben geprobeerd om die TWK verspreid te geven, zodat er niet te veel geld in omloop was. Dat is wat we allemaal gedaan hebben. Dus wanneer leerkrachten soms denken, we doen niks. We zijn hier op continue zijn we bezig met de regering te onderhandelen. En we hebben altijd voorstellen, maar je moet ook kijken. Er is ook een gelijkheidsbeginsel. Wanneer je iets vraagt voor leerkrachten, dan komt het ook alle ambtenaren ter goede. Dus de regering heeft ook een hele grote hap hierin om dat uit te geven. Want als je leraar geeft, is straks nog een andere bond op de stoep. We hebben toen gezegd, laten wij in georganiseerd verband gaan kijken wat we kunnen doen om alle ambtenaren iets te geven. Iedereen voelt het. De ALS-voorzitter vindt het belangrijk voor elke onderwijskundige om eerst op de hoogte te zijn van situaties alvorens een stap te nemen. Het is inderdaad je goed recht om te staken indien je ontevreden bent, maar ook daaraan zijn er maatregelen verbonden, meent Mangre. Van maandag op en je leert onderhandelen. Ik heb 20 jaren meegelopen om vandaag voorzitter te kunnen zijn van een gerenommeerde vakorganisatie. Dus dingen komen niet uit de lucht vallen. Het is mensen hun goed recht. Het stakingsrecht is verankerd in wetgeving, behoudens de beperkingen van de wet. Dat is dat recht, zo is het genoemd. En tegen de leraren wil ik zeggen, er zijn 9 onderwijsbonden. Wij doen altijd ons best, zoals meneer Snijders heeft gezegd. Laat mij u ter herinnering brengen dat het in geen 50 jaar geen enkel vakbondsleider gelukt is om de secundaire voorzieningen voor leraren te regelen. Precies 25 mei vorig jaar heb ik in een crisisperiode voor alle leraren, en dan mogen ze gaan kijken op hun SZF-kaart, wanneer ze bij de tandarts nu zitten en vrije tandheelkundige behandeling krijgen, dan zeggen ze niet dankjewel mevrouw Mangre. Ik verwacht het ook niet van ze.